Hi allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een sushi mukbang en samen met Denise. Hè? Hallo. Wij hebben lekker sushi voor ons. Ja. En we hebben echt honger. We hebben de hele dag er al op zitten. En we denken, we gaan gewoon aanvallen. Heerlijk. Dus, heb je er zin in? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet mijn kanaal te abonneren. En natuurlijk op Denise Anna te abonneren. Link staat in de beschrijving. Of course. Oh, gezellig, meiden. En ik pak mijn stokje bij. Ik wil echt aanvallen gewoon. Say no more, daar gaan wij. We hebben van alles. Ja, lekker cola lightje om ter compensatie. Healthy lifestyle, you know. Ja, je zei, ik wil wel iets gezonds. Ja, ik dacht, we kunnen weer McDonald's vreten. Ja, wel lekker trouwens. Af en toe, Mackie. Top. Ja. Maar ja, summer is coming. Ja. Even kalm. Oh, dit lukt niet met die nagels, ja. Die dingen van jou zijn ook zo mega lang. Ja, ik heb het voor het eerst weer. En toen dan vind ik het zo moeilijk met de lengte bepalen. Eerst zit er zo een nagel aan. En dan zegt ze, dit is goed. Oh ja, dat is wel goed. Ik denk, nou, ziet er goed uit. En toen dacht ik echt, oh, is lang, is echt lang. Ik heb hem al tegen gezegd, volgende keer weer even iets korter. En een beetje, ja joh. Mm. Oh meid, wat heb ik een trek. Ik ook. Ik ga even die heel veel een bak wasabi gekregen voor een heel weeshuis, zeg maar. Zeg je u tegen? Ja. Ja, ik ga soja, maar ik ben benieuwd of het gaat redden hoor. Want ik ben echt de meid van de soja. Ik gewoon. Echt dope. Gewoon. Ik drink nog net niet dat glas op wat het erin zit. Zeg ik snap niet hoe sommige mensen gewoon zo'n dipje kunnen doen. Nee. Dan denk ik van, hoe kan je leven? Ja, hoe kan je leven? Hoe kan je eten? Ja. Nee, ja, ik ook echt. Maar dan is morgen, zeg maar, als ik morgen wakker word. Oh. Is mijn hele gezicht opgeblazen. Oh, ik krijg dorst altijd. Ja, dorst, maar ook mijn gezicht. Opgeblazen. Al dat vocht gaat echt naar mijn lippen, naar mijn wallen, naar... Nou, ik heb dus altijd een dorstheidaanval van hier tot Afrika als ik sushi heb gegeten. Dorstheidaanval, weet ik dat het een woord is, maar... Ja, nou ja, dat, ik ken het. Zo, dit is gewoon echt... Nou, wie verzint het? Ik vind het niet normaal. Dat is niet normaal. Maar ik eet het altijd ook nog los erop. Vind jij dat ook? Zo. Hoeveel? Pittig. Zo. Dat brukt er in mijn neus, jongen. Maar los erop. Ja, ook nog. Zo! Dat is wel heel erg. Nou, dat ga ik niet doen. Nee. Dat wordt too much. Nee, nee. Doe jij ook, hoe heet dat, gember erdoorheen? Ja. Of, gember, dat heb ik echt van Christina. Ja, ik ook. Van haar mukbangs. En ik keek het altijd. Ja. En toen dacht ik, meid, dat ziet er zo lekker uit. Ja. Ik ga het ook gewoon proberen. En eerst dacht ik echt, gads, wat is het? Maar ik ging gewoon door. Ik ook. Ik ging en het proberen. En nu, love it. Ja, heerlijk. Ja. Ja, Christy is altijd wel echt gretig inderdaad met gember en wasabi hoor. Ja, ja. Je smeert het ook vaak nog erop en zo. Ja, dat doe ik eigenlijk ook wel. Maar deze ruikt wel heel heftig. Erg intens. En dan zo'n bak. Intens. Nou. Succes. Weet je trouwens hoe lang je dit kan bewaren? Want ik heb nog heel veel van die kleine bakjes. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb echt de hele koelkast vol met wasabi en soja. Ja. Vreselijk. Ja, maar wel lekker. Oh meid, ik kan niet wachten. We gaan beginnen. Ja. Ja, ik wil ook die pakken. Die kanaal. Ja. Die kardel, dat doet het hem, hè? Ja, die is goed. Oh, trouwens, niet gaan haten op mijn hoek mijn stokjes vasthouden. Want ik was met Chris laatst in haar mukbang. Iedereen ging haalt op mijn handen hoe ik het vast zou. Oh, ja, ik weet maar wat niet. Is. Ik doe dit. Ja, ik doe het helemaal fout. Oh ja, dat is echt zoals alsof het een pen is of zo. Ja. Nou, maar zoveel mensen die kunnen dit niet. Nee, hoor, ik ben helemaal gretig. Dan wil je gewoon eten. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we. Oh, nou, 2-0. Oh ja. Nou, ik vind het goed. Zal ik er wat tussen zitten? Santé. Ja hoor. Mmm. Meid. Heftig dit. Ik zit helemaal te morsen. Je hebt helemaal een bord gekregen. Ja. Hoe kan dat nou? Maar het past weer niet. Oh, dat is lekker. Ja, dat is top. Mmm. Maar sushi is ook alleen lekker als je echt ook honger hebt. Ja. Dan is het zo chill. Inderdaad. Maar je hebt echt veel gegeten. Heb je echt geen zin in sushi. Nee, want ook als je klaar bent met het eten van sushi, denk je echt, mij niet meer bellen. Dan kan je het echt niet zien. Mm-mm. Nee. Ik ga even wat vragen erbij pakken die we hebben gezien. Oh ja. Wat ik gezellig op de ben benieuwd wat er nou weer uit is gekomen. Ik ook. Want soms denk ik echt, oh nee. Soms denk ik echt, wat, nee, dit heb ik echt al 100 keer beantwoord. Ja, het is gewoon niet leuk. Nee. Het is toch ook niet leuk voor hun, eigenlijk. Wat is het ongemakkelijkste wat je ooit hebt meegemaakt? Mmm. Nou, dan moet je heel even nadenken hoor. Ja, ik heb wel één ding. Het was ongemakkelijk. Ja, het was wel ongemakkelijk. Nou, dus ik maakte eerst slijmvideo's, toch? De slijm helemaal leuk. Dus ik werd een keer gevraagd door Nickelodeon of ik een slijmworkshop wilde geven. Dus ik dacht, nou,
kom ik leuk, gezellig. Ja, ik weet hoe het moet. Ja. Heel leuk. Dus ik denk het is gewoon een beetje intiem, gezellig. Met, weet ik veel, 10 kinderen die dan een slijmworkshop krijgen. Oh, nee, sorry. Corona. Nou, dit neem ik wel allemaal. Ik heb gespuugd. Nou, denk ik. Ik toe-eigen even. Lekker. Maar, dus ik denk, nou, hij is helemaal intiem, helemaal leuk. Dus ik kom daar aan. Is het een fucking zaal met, nou, ik denk wel echt 2000 mensen. Mm. Een podium. Allemaal camera's. Nee, ik wist dat niet. Dus ik kwam er aan, maar het was een camera daar en een camera op mijn handen. En dan zo'n beamer achter me. Oh, echt leven, meer dan levensgroot. En ik dacht echt, moet ik hier serieus slijm op dit podium gaan maken voor die 2000 man? Of het waren echt fucking veel mensen. Ik dacht van, nee. Maar allemaal mensen die dan ook slijm gingen doen. Ze gingen gewoon kijken hoe ik slijm ging maken. Ik denk workshop. Dan ja, dan... ik ook. Ik denk nou, hè? Dus het was echt helemaal intens. Nou, het was ongemakkelijk. Mm. Want ik had natuurlijk niet echt iets voorbereid. Ik denk, nee. Nou, een slijmworkshop, ja. Lijm, lenzen, vloeistof en dan ga je. Wat apart dat ze dan gewoon niet eigenlijk dat even zeggen van... Meid, het is groot en het duurde een uur. Dus ik was na 10 minuten was ik klaar. Ik dacht, ja, we hebben het gemaakt. Ja. Nou, echt, dit was echt zo... Daar wil je natuurlijk echt op voorbereiden. Ja. Want dan denk je... Zo, nou echt, dat was ik denk het ergste wat ik ooit heb meegemaakt in het leven. Ja, het was echt dramatisch. Ik vind dit soort vragen altijd zo lastig, want ik vergeet altijd alles. Dat heb ik ook hoor, dat je vaak alles vergeet. Iets ongemakkelijks. Ja, mijn hele leven is ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. Maar ik heb gewoon zoiets van, ik weet gewoon dat ik ben sowieso heel lomp. Mm. Echt, bij mij gaat dat alles kapot en valt en that's my life, chaotisch en... Maar net ook. Ja, net ook. Gaan we een video opnemen dat ik een outfit voor Denise moest shoppen. Ja. Vergeet niet de kleding. Nou. En ik had nog echt een app vanmorgen. Ja. Vergeet je de kleding niet? Nee, ligt klaar. Helemaal goed. Nou, ik was gelukkig niet zo ver van huis. Nee, maar nou, echt, de mensen om me heen worden ook zo gek van mij. Dat chaotische. Ik heb dat ook heel erg. Iedereen wordt helemaal gek van mij. Want ik ben ook altijd van... Maar wat heel raar is, terwijl ik... wel echt van de planning ben. Ik heb echt een agenda, ik hou alles netjes bij. Ja. En, zelf vind ik het allemaal heel duidelijk, maar toch is het weer chaotisch, want ik heb 100 dingen dat ik denk, oh dit ga ik doen. Ja. En dan heb ik weer stress en dan, tot eigenlijk als ik gewoon rustig doe, is niks aan de hand. Niks aan de hand, oh precies. Ja, maar ik creëer helemaal stress voor mezelf, terwijl er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Ook met die Vinted vanochtend, is dus niks aan de hand. Gewoon die pakketje inpakken en het post doen, ik bedoel, hoe moeilijk is het? Ja, maar ik krijg er helemaal stress van. Ik denk, en ik moet time. Ja. Ja, dat heb ik dus ook. Dan maak ik het in mijn hoofd helemaal dat ik denk, ik moet zoveel doen, ik weet het al niet. Ja. En dan zegt mijn vriend, oké, maar schrijf even op. Ja. Wat moet je nou doen? En dan schrijf ik het op. Denk, oh, het valt wel mee, maar toch. Ja. Verschrikkelijk. Dus ik mezelf helemaal gek te maken. Ja. Ja. Nee, dramatisch. Ja, ik ben ook heel dramatisch. Dat ook. Ik ben echt een drama queen. Hel jij snel? Mm-hmm. Ook echt om alles, gewoon iets moois, iets verdrietigs. Mm-hmm. Ja? Ik ben echt een drama queen. Oh, heerlijk. Mijn ouders noemen me ook altijd drama queen. Echt. Helemaal. Oh, alsof het echt erg veel. Of als iets gebeurt, dan zit ik echt. Ja, jij ook. En dan zit mijn ouders. Jezus. Ja. En dan. Oh nee, ja. Niks aan de hand. En dan. Ja. Nee, maar ik hou ook altijd. Maar ik hou van sensatie als er iets gebeurt. Ik hou ook gewoon van mezelf lekker uit. Hè. Gewoon. Ik ook gewoon. Wat? Wow. Ja, ik heb dat ook. Maar ik heb het ook als bijvoorbeeld. TV kijken of zo, of iets moois, zie al je niet eens lachen. Oh, nou, ja. Veeg me op, ik huil. Ik ben zo jankerd. Ik kan echt, maar ook als ik boos word, tranen springen in mijn ogen. Als ik er echt niet te doen. Echt, ik word ook heel vaak belangrijk gemaakt door vrienden. Dat als ik een beetje boos word, dus dan zeggen ze altijd meteen van, oh pas op, Dennis gaat weer huilen. Oh, kijk hoor. Ja, nou, ik word ook heel erg huilen ook. Terwijl het nergens op slaat. Nee. En dan, nee, dat. Maar ja, dat is het leven. Mijn vriend dacht in het begin echt van, je iets doet verrusten. Ik ben gewoon, hij is heel rustig. Maar dat heb ik ook nodig. Heel ik heb nog iemand die, dan wordt het alleen maar. Ja. Hij is altijd tegen mij, niet zo schreeuwen, Saar. Rustig. Dus praat even rustig. Dat is normaal. Mijn vriend ook heel erg down to earth. Lekker gewoon lekker nuchter. Ja. Ik ben alles behalve nuchter. Ja, ja erg hoor. Oh. Hoe lang ga jij je vriend eigenlijk al? Niet zo lang. 7 maanden nu. Oh, pril. Ja. Sinds de zomer een beetje. Oh, jullie hebben elkaar dus in de coronatijden ontmoet. Ja. Via hoe heb je hem leren kennen? Nou, dat is heel grappig, want hij woont gewoon bij mij in de buurt. Mm.
Maar ik was nooit echt, zeg maar, in ieder geval een paar dorpen verderop. Ik woon zeg maar in allemaal dorpen, zeg maar. Eén gemeente, maar het zijn allemaal dorpen. Ja. Maar ik was altijd in Amsterdam. Eerst zaten we allebei op de middelbare school, maar zaten allebei andere school, dus kenden we elkaar gewoon niet. Ja. En ik ging nooit echt heel veel met mensen uit mijn dorpen om, zeg maar, mijn buurt. Want ik zat in Amsterdam op school, ik zat altijd in Amsterdam en zo. Oh, ik heb precies hetzelfde gehad. Oh, toevallig. Nou, toen kwam corona. Mm-hmm. En toen was natuurlijk alles dicht in Amsterdam. En ja. Toen, ik kende wel eens heel veel van zijn vrienden ook en zo. Maar hem nooit echt tegengekomen. Ja. En toen gingen we van, hun hebben allemaal een boot en zo. Dus wij hebben heel veel water. En toen hadden ze al meegevraagd. Oh. Wij gingen meevaren. En ja, toen de hele zomer eigenlijk met elkaar geweest. En eerst hebben we echt ontkend dat we elkaar leuk vonden. Echt heel lang. Ja. Want we waren helemaal met één vriendengroep geworden. Ja. Ja, op een gegeven moment waren we zo vaak samen dat we zeiden van, we zijn gewoon verliefd op elkaar. Want wij wilden absoluut geen relatie allebei. Oh nee? We zeiden in het begin van, het wordt echt geen relatie, echt niet. We hadden daar allebei helemaal geen zin in ofzo. Oh. Ja, wij zeiden echt van, ja, we gaan met elkaar afspreken, maar echt geen relatie. Weet je, gewoon even voor het leuk nu, maar... Oh, wat grappig. Maar ja, ze werden zo verliefd op elkaar, dat we gewoon niet omheen konden. Ja. Leuk. En op een gegeven moment zei iedereen, ja, jullie zijn gewoon verliefd. Nee hoor, nee. Echt niet verliefd. Nee, hou op hoor, hoe verliefd als je met anderen gaat. Ja, ja. En dus toen toch wel. Ja. En wie zei het eerste van, ik ben verliefd? Of, Het was grappig, want toen waren we gewoon samen bij hem thuis. Ja. En toen zei ik per ongeluk van... ik hou van je of zo. Oh. Per ongeluk zoiets. Per ongeluk zeggen. Van of love you of zo. Oh. En toen zat ik er aan. Oh, shit. En toen zei hij, nou ja, we zijn toch gewoon verliefd op elkaar, joh. Dat zei en toen zei hij later, toen zei hij ook een keer iets van love you of zo terug. Oh. En toen zei hij later dus dat hij dat zei om hij mij een soort goed gevoel te geven van dat ik niet een sukkel ben. Dat ik als eerste love you zei of zo. Oh, maar dat vind ik heel schattig. Nee, ik weet niet, ik was bij hem, bij mij duurde het ook een half jaar of zo voordat we iets kregen, want ik wilde het ook niet. Ja, het zal wel. Ja. Dan zat ik bij hem op de bank thuis en toen zei hij, ik wil niet meer zo verder. Dus ik denk, ho, als iemand het uitmaakt of wat het ook is, dan ben ik het, niet jij. Ja. Dus ik keek hem aan en ik dacht, wat the fuck? Ja. Toen zei hij, ja, ik wil niet meer zo verder zonder dat ik kan zeggen tegen mensen dat jij een vriendin bent. Oh, zo lief. How cute. En toen zei ik daarna, een uur later, zei ik, hou je van me? Nee, stel gewoon een vraag. Ik wil het horen. Ik wil bevestiging. Ja, ik wil niet de eerste zijn, maar ik wil wel even bevestiging. Dus dank u. Oh, wat leuk. Mm. Nu helemaal op de roze wolk, jullie. Mm-hmm. Hebben jullie het al gehad over kinderen? Nee hoor, nee meid. Rustig aan. Je bent 22. Ja, kalm. Oh, en hoe lang ga jij nu met je vriend? Ja, ik ga al gretig lang hoor. Ik ga al 5,5 jaar. Zo. Ja. Hij was ook echt mijn eerste vriendje. Oh ja. Zeg maar, ik wilde daarvoor gewoon nooit erin. Ik vond het allemaal prima met allemaal jongens, allemaal scharrels, helemaal gezellig. Ja. Maar ik dacht, nee, ik wil gewoon geen vriend. Ik weet niet, ik ben er niet klaar voor. Ik woonde toen in Den Haag, maar ik was heel veel in Amsterdam. Want ik studeerde in Amsterdam en alles was daar. En, nou, ik had gewoon een... Ja, dat had ik ook. Ja, een druk leven, past gewoon geen vriendje in. Ja, ik dacht ook van, ik heb helemaal geen tijd ervoor, helemaal geen zin erin. Dat ook. Al dat gedoe. Dat gedoe. Helemaal geen zin in. Nee. Al die ruzies wat ik van iedereen hoor. Nou, ja. Mij niet bellen. Mij niet bellen, nee. Maar ja, dus op een gegeven moment dan, dan ben je een half jaar bezig. Dat je denkt van ja, we zijn eigenlijk wel iets. Dus oké, we doen het maar. Ja, maar zo vaak samen. Ja, maar dus ik woonde toen door de week in Amsterdam. En in het weekend ging ik dan weer naar Den Haag. Mm-hmm. En dat gereis heen en weer. Dan ging hij weer door de week naar Amsterdam. En nou, hou op, schei uit. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, dat is echt... Dus nee hoor, maar het was wel leuk. Ja, maar hoe, dan heb ik een vraag. Want dat vind ik altijd soort... Ben ik wel heel benieuwd naar van... Hoe hou je het dan soort leuk? Want wij zijn nu nog zo kort, weet je wel. En dan nu denk ik, nu kan ik me niet voorstellen dat ik ooit denk van dat het saai wordt. Maar ik zit altijd zo na te denken van, zo je hebt echt gewoon een paar jaar met elkaar. Ja. Hoe is het hoe dan? Hou je is het dan leuk? Nog steeds zo? Of ja, het wordt het alleen maar leuker. Ja. Zeg maar, wij praten wel eens terug van, weet je nog, toen wij net een jaar gingen. Mm-hmm. Waren we nog helemaal niet echt onszelf of zo bij elkaar. Nog wel, je denkt van wel, maar toch hou je een beetje in. Want bijvoorbeeld, toen liet ik nog geen scheten bij hem en zo en boeren en toen maakte het me, vond ik het nog heel erg, want weet je, het boeit me allemaal geen reet meer. Nee. Maar nu, ik weet niet, je ligt zo erg op één lijn op een gegeven moment, je voelt elkaar zo goed aan, wij hebben helemaal dezelfde humor en we passen echt perfect bij elkaar, dus
Het is alleen maar leuker geworden. En ook omdat wij nu zeg maar, samen soort van zijn opgegroeid, gaan we nu een beetje richting kinderen. Ja. Maar nog nee, geen niks. Nog niet hoor. Nog een paar jaar, maar het is gewoon leuk, ik weet niet. Ja. En hij past ook heel erg leuk in de familie, zeg maar. Oh. Dus mijn ouders vinden hem soms nog leuker dan dat ze mij. Ja. Ik denk, joh. Oh, dat is wel leuk. Ja. Maar ja, hoe wij het verder leuk houden, ik weet niet, gewoon. Het klopt gewoon. Dat is het. Ah. Ja, ik ben ook echt zo. Ik wist gewoon maar niet dat dit bestond. Ik heb echt alleen maar slechte ervaring gehad met jongens. Nou, ik had dat dus ook altijd. Echt gewoon fuckboys en nou, gewoon allemaal gezeik. Altijd gezeik met jongens. En ik dacht van, er bestaan geen goede jongens ofzo. Mm-hmm. Dus in het begin deed ik ook eigenlijk best wel een soort gemeen tegen hem. Want ik was soort gewend dat jongens mij zo behandelden. Ja. En ik was constant soort van op zoek naar van, ja zie je, dat klopt niet. Want ik had altijd al dat er iets niet klopt. Ja, weet je? Altijd met jongens. Ja, en toen, ik dacht, hoe kan dit? Dit kan niet echt zijn. Ja. En we hebben ook gewoon bijna nooit ruzie. Kijk, toen was een discussietje of maar nooit knallende ruzie of gedoe wat ik normaal echt gewoon elke week had. Weet je wel, van gezeik of dat ik dat weer, komt dat weer. Ja. Dat gaat gewoon allemaal zo vanzelf. Dat ze dan met andere meiden aan het appen waren en dingen, dat je dacht van, joh. Inderdaad, want ik dacht altijd dat ik heel jaloers was. Ja. Dat dacht ik. Ik dacht ook. Ik ben echt een jaloers type. Terwijl nu, nou, ik ben echt gewoon nooit jaloers. Omdat ik gewoon weet dat het goed zit. Ja. Ik weet dat, nou, ik maak me echt geen haar op mijn hoofd die me druk maakt van, hij zou iets doen. Nee, hè? Weet je wel. Maar dat is ook echt het moment dat je denkt van, oh, maar dit is hem. Ja. Want ik had het ook bij mijn vriend, want ik had alleen maar gezeik altijd met jongens. Altijd gewoon het verkeerde, ja, je kent het wel. Ja. En ineens was het niet zo of zo dat ik... Ik had maar ik had het eerste half jaar wel echt issues af en toe. Ik dacht van, dat kan niet waar zijn. Mm-hmm. Jij moet met iemand appen. Maar nee, na een half jaar was dat weg. En toen was het helemaal van, nou, perfect. Ik vertrouw die jongen helemaal niet. Ja, ik had ook, ik zat zo te zoeken naar elke zie je, dat klopt niet. Wel, dat kwam niet. En toen dacht ik, ja. Nou, het was echt zo'n error in mijn hoofd. Ik dacht, hè? Zijn jongens echt zo? Ja. Huh? Ja, normaal als jongens dan wel zo waren, dan waren ze weer niet leuk of knap genoeg. Ja, inderdaad. Er was iets dat je dacht van nee. Maar dit was gewoon het perfecte plaatje. Ja, leuk. Ja. Maar hoe lang ken je hem nu? Ook sinds de zomer? Of, nou, ik denk dat we elkaar nu iets langer dan een jaar kennen. Nou ja. Ja. En het heeft inderdaad wel een paar maanden geduurd voordat we echt iets kregen. Ja. Maar ja, het is echt zo leuk. Het is ook gewoon echt mijn beste vriend, weet je wel. Dat is leuk, hè? Ja, dat is zo leuk. Dat wordt alleen maar leuker. Oh, ja, want zeiden we ook, weet je, aan het begin van... Als we zeg maar nu terugkijken, 7 maanden terug, het is niet heel lang. Maar dat al zo'n verschil is. Dat toen ben je natuurlijk helemaal verliefd. Ja. Nu ben je nog steeds helemaal verliefd. Maar het wordt alleen maar leuker en alleen maar beter. Alleen maar, terwijl terwijl ik altijd dacht van... Het wordt alleen maar kutter. Ja. Het wordt alleen maar minder. Ja. Zo. Ja, dat is bij sommigen is dat ook wel zo natuurlijk. Maar bij ons, ja, wij hebben ook onze pieken en dalen wel gehad. Maar het wordt echt alleen maar, ook helemaal sinds dit jaar. Want wij wonen nu een jaar samen. Oeh. En we deden ook een jaar waarin je gewoon geen reet kan doen eigenlijk verder. Mm-hmm. Dus we zijn ook een jaar lang echt thuis geweest samen. Het was echt gezellig, fantastisch. Ja. Helemaal leuk. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want wij... We hebben elkaar zo nu ontmoet in corona. Ja. Allebei geen school, zeeën van tijd om elkaar bij elkaar te slapen, elkaar te zien. Dus we zien elkaar zoveel. Mm-hmm. Dat, ja, je hebt online les. Nou ja, dan slaap ik lekker bij jou, volg ik lekker online les. Daar, mooi, weet je wel. Zo, dat is wel lekker hoor. Ja, dat is wel leuk. Maar ja, normaal hebben we gewoon hartstikke druk. Ja, werk, je leven. En dat. En ook nu druk zat, maar ik bedoel... Veel thuis gewoon. Dus je kan ook gewoon je ding thuis doen en toch samen zijn, weet je wel. Ja, dat inderdaad. Of gewoon bij elkaar slapen. Het heeft geen zin om bij elkaar te slapen. En dan de volgende dag moet je weer om 8:30 je bed uit vroeg door. Gezeik. Ja. Nee hoor. En hoe vindt hij het? Want die vraag krijg ik zelf ook altijd. Hoe vindt je vriend dat jij YouTube doet of al die andere dingen? Dat krijg ik altijd van, ja, mijn vriend zou het echt niet leuk vinden als ik alleen met die camera rondloop. Oh ja. Ik loop niet met een camera de hele tijd rond. Nee. Nee. Ik bedoel, een weekvlog, dat is 40 minuten. Nou, ga jij maar eens 40 minuten van je week. Ja. Dat is één aflevering. Dat inderdaad. Eén serie. Maar mensen begrijpen dat niet. Nee. Ik denk dat je dan constant met een camera loopt. Ja. Nee. 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 Wel niet. Nou, hij heeft me sowieso ontmoet dat ik het al deed. Dus. Oh ja. Hij weet niet beter. Ja. Ja, dus hij... Oh, ja. Wist zeg maar een beetje waar hij zichzelf in ging rollen. Ja, heel grappig.
Ja, dus maar hij vindt het heel leuk, maar hij is zelf helemaal niet van de camera. Nee, ook niet? Nee, helemaal niet. Oh. Hij wil echt niet op beeld. Hij wil ook niet hoor. Nee. Dan wil ik af en toe een leuke foto maken. Ik denk, nou, een foto dan, dat mag dan wel. Met moeite. Met kerst doen een leuke Dat was dan wel leuk. Ja. Maar hij zat nooit op Instagram. Hij had 300 volgers. Ja. Hij heeft nog nooit een story geplaatst. Ja, weet je wel. Maar nee, hij vindt het helemaal leuk dat ik het doe. Weet je wel. Hij support me echt super erg. En denkt mee. En vandaag ook met dit vintage. Zit helemaal mee in te pakken. Ja, opa. Dus. Oh, maar dat is leuk. Ja. Ik vind het ook. Die heeft echt niks met de camera. Nee. Ook als ik een story een keer maak, dan heb ik helemaal paniek. Als die camera op mezelf denk ik, oh jezus, kan je niet even zeggen dat je moet te zeggen. Je moet gewoon lekker jezelf blijven. Nee, hij wil het niet. En dan wil ik een foto maken of een selfie. Dan is het helemaal moeilijk. Ja, helemaal. Hij weet niet hoe je moet kijken. Dan laat maar. Laat maar niet. Hoeft niet. Nee, ik weet niet hoe ik moet kijken. Nee, ja, inderdaad. Maar hoe moet ik kijken dan? Ja. Hoe lachen? Gewoon normaal. Ja, maar... Wat is normaal? Dan raak je zo'n zielig lachje alsof hij gewoon een mes alsof het moet. Net of ze kilt ik nou, bla maar. Ja. Dat al niet meer. Ja. Dus als we een keer een foto hebben, nou, dan moet het echt. Als die goed is gelukt. Ja. Ja, maar maakt hij ook foto's van jou of kan hij dat niet? Ja, dat doet hij ook. Ja. Oh, chill. Oh, dat is wel chill. Dat is ook leuk, ja. We hebben daar zoveel ruzie over gehad. Oh ja. Want ik ben dan weer, dat is wel weer gemeen van mij, want dan maakt hij een foto en dan klikt hij drie keer op de gozer. Nou, dat snapt hij dus gelukkig wel. Drie keer? Ja, dan nee. Ja, ik zei ook echt, nee, een nieuwe hoek en op een gegeven moment, nou, nu ben ik echt klaar mee. Nee. Het is echt wel leuk tussen. Nee, ja. Even nog vanuit deze. Nog even, nog één keer, even zien. Ja. Maar dat is, ja, ik zie hem dan al, hij staat zo ongemakkelijk in zijn stad, denk ik, god. Ja. Maar hij is heel erg bang voor die stempel Insta husband of zo. Dat vindt hij verschrikkelijk. Wat is dat? Dat je zeg maar zo'n vriend hebt die dan alleen maar foto's maakt en zo. Nou, precies, mijn vriend dat ook. Ja, maar ik hoef niet bekend te worden. Zijn dan ben ik de vriend van, dat hoef ik helemaal niet. Dat zegt hij ook. Nee, dat hoef ik allemaal niet. Ik kan stuk. Nou. Precies hetzelfde. Ja. Dus, nee, maar je maakt ook geen foto's meer, want we hebben elke keer altijd gezeik. Oh, ja. Nou, laat maar, je hebt het opnieuw moeten maken. Mijn moeder, het liefst het met vriendinnen of andere influencers die snappen. Ja. Maar ja, als ik net in de stad met hem ben, ik heb even een helemaal leuk idee. Hm. Maar het is niet dat ik zeg, ik ga middag foto's met je maken. Dan zegt hij, nou dan ga je maar lekker iemand anders zoeken. Ja, nee, inderdaad. Weet je wel? Nee, dat heb ik ook. Ja. Dus... Nee, ik heb geluk dat mijn moeder het heel erg leuk vindt om foto's te maken. Mm. Dus ik ga heel vaak gewoon een middagje met mijn moeder even lekker op pad, lekker naar een stad toe. Ja, dat mijn moeder niet. Nee? Ruzie. Dat is ruzie bij ons. Wat dan? Gewoon zo. Sta even normaal, je staat het zo raar zo te doen. Waarom sta je zo raar? Dat is gewoon jezelf. Ga je even. Ja. En dan helemaal raar van onder, ergens een rare hoek. En dan, nee, dat wil ik allemaal niet. Dus daar ben ik ook mee gekapt. Oh, dat is wel jammer. Nee, ik vind het helemaal gezellig. Dus, dat is wel leuk. Dat is echt helemaal ons ding hoor. Dat is wel Oh. Ja joh. Ik zit helemaal te genieten trouwens. Ik ook. Lekker. Heerlijk. Oh. Helemaal zin in. Maar ik zit ook nog lang niet vol, jij? Nee. Oh, chill. Normaal als ik met mensen sushi eet, dan is diegene al vol. Dan denk ik, oh, maar ik kan heel veel eten, heel erg. Nou, echt lekker. Heerlijk. Ik ook. Nee. Dan moet ik erbij bestellen. Ja. Heerlijk. Helemaal goed. Maar hebben wij nog een vraag? We hebben een vraag. Antwoord. Ja. Nou. De vraag was. Wat is je meest makkelijkste moment? Dan komen wij ons leven verhaal aan. Moet je luisteren? Nee, het leven is dus, nou ja. Even kijken hoor. Zou je een heuptas dragen? Nee. Een heuptas. Oh. Nee. Ben je wel eens onzeker over je lengte / gewicht? Oh ja, heel erg. Ja? Ja, heel erg over mijn gewicht. Ja joh? Ja, heel erg. Want weeg jij jezelf vaak of juist wat niet? Of... Nou, eerst weeg ik mezelf nooit, want ik wilde echt het niet getal weten. Nee. Ik wilde het niet weten. Nee. En vooral zeg maar, voor corona was het allemaal prima, lekker sporten, dit en dat. En door corona toen kwam opeens de McDonald's mukbangs elke week. En toen kwamen de sushi mukbangs. En, nou, het ging het helemaal. Ja, daar ga je. Ja, dat is wel echt verschrikkelijk. Dus toen heb ik heel lang ook niet op de weegschaal staan. Ik wil het echt niet weten. Mm-hmm. En normaal ben ik natuurlijk altijd zo druk bezig. Van daar naar daar. En ik zat alleen maar thuis. Ja. Dus nou, geen beweging, niks. Nee, ja, daar ga je. En toen op een gegeven moment was het wel echt dat ik dacht van oké, nu ben ik gewoon echt doodongelukkig als ik in de spiegel kijk. En toen dacht ik echt van, nu is het gewoon klaar. Nu ga ik gewoon even wat aan doen. Mm-hmm. En het helpt ook heel erg dat mijn vriend...
echt van het sporten is en gezond eten. En die snapt helemaal hoe dat zit en zo. Dus het heeft me heel erg geholpen. En ja, nu ben ik op zich wel gewoon tevreden. Maar ik vind dat nog steeds het altijd beter kan. Oh ja, ja precies. Ik wil altijd beter. Maar nou, nu ben ik wel gewoon een soort van tevreden. Het gaat steeds meer naar wat ik echt voor ogen had. Maar ik ben er altijd onzeker over zijn. Ja, zo. Stom is dat, ja. Hè? Want ik ben nu ook helemaal gezond bezig en helemaal leuk. En ik moet zeggen dat ik nu wel al minder onzeker ben dan ooit. Want ik heb op de dansacademie gezeten ooit. En ik was altijd, ik werd te dik genoemd, nooit goed genoemd. Oh. Dus ik heb op vanaf mijn 14e tot mijn, hoe oud was ik, 19e, was ik altijd te dik genoemd. Maar als ik foto's terugkijk, denk ik, oh, ik was echt wel niet dik, wat erg. Dus ik heb een beetje een scheef beeld gekregen van wat nou dik is of niet, of dat. Ja. Maar nu heb ik wel zoiets van, ik kan het loslaten. Maar soms heb ik ook in een periode, bijvoorbeeld deze week, ik voel me zo opgeblazen en zo. Huh, en dan wil ik gewoon niet op het weegschaal staan. Ik wil het ook niet zien. Dat ik denk, oh, nee. Ik wil het even niet. Nee, ja, ik ben nu wel echt de laatste. Nou, denk sinds februari was ik wel echt begonnen dat ik echt ging afvallen en zo. En dan weeg je natuurlijk gewoon vaak om te kijken of afvallen. Oh, ja. Maar nu gaat het echt super goed. Ja, dat is wel chill inderdaad, hè? Ja, dus nou, helemaal top. Ja. Maar onzeker inderdaad. Nou, ik ook wel hoor. Helemaal als je na een lange tijd op de weegschaal moet staan. Heb je zoiets van, oh, is het oh my god. Maar eigenlijk boeit het helemaal niks. Het maakt echt gewicht niemand wat ook uit. Eigenlijk het zegt helemaal niks. Het zegt echt helemaal niks. Maar toch, ik weet niet wat het is, maar wat zit er nog wel in ofzo. Dus dat moet je wel even uit ooit. Misschien als ik wat ouder ben. Kinderwensen. Nou, die vraag krijg ik gelukkig niet. Mam, ik ga zo vaak vragen, wil je al gewoon kinderen beginnen? Wanneer ga je nou kinderen? Maar als, dat daar een soort druk op hangt is eigenlijk ook zo erg. Zo irritant, ja. Ik bedoel van, hoezo moet het op een bepaalde, of voor een bepaalde leeftijd? Ja, wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat inderdaad? Dat is jouw leven, ik bedoel. Ja, als ik 35, ja misschien een beetje te oud, maar als ik 35 wil zijn voor mijn eerste kind, dan ben ik lekker 35. Who cares? Maar ik vind het gewoon zo balen of zo vervelend, want heb jij nog Facebook? Hoe ben je er te jong Ik zit echt nooit op Facebook. Nee, ik heb ook niet. Ja, ik heb het Ja, ik ook. Ik heb het, maar ik zit er inderdaad nooit op. Als ik het al een keer open voor de grap, dan zie ik al die meiden van vroeger, van basisschool, middelbare school, zwanger, getrouwd. What the fuck? Dat ben je ook? Nou, ben je nog jong? Ja, nou, ik heb dus nu, ik ben 20, van vriendinnen die dan... ik heb toevallig een paar meiden bij mij in de buurt die dan opeens zwanger zijn. Ja. En ik denk, hè? Wat? En dus meestal is het dan natuurlijk niet gepland. Nee, bij jou nog niet. Maar dan schrik je dood van, stel ik zou nu... Ja. Nou, weet je wel, dat je daar wel eens over nadenkt. Dat je denkt, wat? Ja. Nee, weet je wel. Nee, bij mij is het nog wel geplande zwangerschap. Iedereen gaat nu aan zijn tweede kind beginnen. Getrouwd. Ik denk, wat erg. Ik ben er nog lang niet aan toe. Maar ja, volgens mij ben je er nooit... helemaal aan toe, denk ik. Wil ik net zeggen. Nee. Ik bedoel, er is denk ik nooit een punt dat je denkt van, nou, nu ben ik klaar voor. Denk het niet. Want zoals mijn broer bijvoorbeeld, die was dan 19 toen hij erachter kwam. Hij dacht op dat moment ook echt niet van, ik ben er klaar voor. Nee. Maar als het je gebeurt, ja, en je wil ervoor gaan, dan ga je er gewoon voor. Nu wel. Dan komt het wel. Ja. Dat geloof ik ook wel, want je moet wel. Ik bedoel, als je ervoor kiest en er echt wel voor gaat, dan ga je natuurlijk dan gewoon al 100% voor. Ja. Dus dan komt het ook wel weer goed. Maar ja, op dat moment dachten hun natuurlijk ook niet van... ze waren net een paar maanden samen, hè? Oh, 4 maanden of zo. Oeh, ook wat pijnlijk. Ja. Maar hoe lang kwam zij erachter? Kon ze niet maar weghalen of wilde ze dat niet meer? Nee, ze wilde het niet weg laten halen. Oh, oké. Nee, ze wilde er wel echt voor gaan. Wauw. Dus, heftig. Wat was jullie eerste indruk van elkaar? Niet mega origineel, maar ben wel benieuwd. Oh, leuk! Dat vind ik leuk! Ja. Oké, nou, mijn eerste indruk bedoel je dan online of in het echt? In het echt wel, toch? Ja? Of, nou, eerst online. Eerst online? Ja. Ja, echt een takkenwijf. Wat? Jezus, wat een figuur. Hoe kan dit deze meid volgers hebben? Nee. Nee, ik dacht leuk. Gewoon zo'n leuk wijfie. Ik denk, ja, nog wel jong. Volgens mij, dat dacht ik wel. Ik denk, oh, je bent nog wel... ergens begin 20. Deze meisje is al midden 20, dus ik ben oud. Neem me gewoon leuk, aardig. Ik zit even te denken. Zeg maar, en hoe je mij in het echt ontmoette, vind je me dan heel anders? Nee. Nog leuker, en misschien nog leuker, ik weet het eigenlijk niet. Nee, gewoon heel aardig, gewoon heel leuk. Nou. Ja, lief wijfie, helemaal gezellig. Helemaal leuk. Ja.
Oh my god, ik wil bijna dit drinken. Ik heb dat dus ook af en toe, dat ik denk... Dat is cola. Wacht even, ik ook. Ik ook. Moment, moment. Nou, ik ken jou, zeg maar, van gewoon van YouTube. Van mukbangs eigenlijk met Christina ja? En zo. Oh, en leuk. Toen, wat dacht jij toen als je dat ja, mukbang zag met Chris? Heel, ja, gewoon heerlijk. Ja? Houden van, heerlijk mukbang. Ja. Helemaal leuk, helemaal leuk. Gewoon. Ja, en in je eerste indruk vind ik het echt ook heel, ja, gewoon precies hetzelfde. Gewoon ja? Echt zo gezellig. Ja. Grappig, hè? Ja. Dat ben ik altijd benieuwd naar, of ja. Mensen mij dan hetzelfde vinden op de kamer als buiten inderdaad. De kamer. Want er zijn een paar YouTubers, en ik ga geen namen noemen, maar die zijn buiten die kamer en je denkt... Ja, dat snap ik echt niet. Maar ja, dat kan. Ja. Dat ze er zijn. Maar ja, dat was bij jou echt totaal in ieder geval. Nee? Nee, ik vond het echt gewoon heel open, gezellig. Ja, leuk. Ja, jij ook. Ik vind ook... Jezus, Nina. Wauw. En jouw witte broek. Wat heb ik gedaan? Dit is echt bizar. Hoe kan dat nou? Nou, dit is zeg maar de beschrijving van mijn leven. Dit hoefje. Helemaal vies. Nee, maar inderdaad, ik vond jou ook heel erg spontaan. Gewoon meteen gezellig, ja. Gewoon prima. Dan denk ik, oh ja, met jou kan ik wel lekker kletsen. Ja, precies. Want soms dan ontmoet je ook mensen in het leven dat je denkt, ik level niet met jou. Komt er nog wat uit? Komt er wat? Kunnen wij praten? Ik weet het niet. Ja, soms is het wel een beetje awkward zo van, ja, bijvoorbeeld dit is de eerste keer dat je, stel je gaat met iemand de eerste keer die je ziet. Ja, waar de fuck ga je het, waar ga je het over hebben, weet ja, je wel? Dat inderdaad. Maar soms, bij sommige mensen gaat het allemaal helemaal vanzelf, helemaal leuk. Helemaal lekker. En soms is het echt van, oké, okay, wat ga ik zeggen, wat ga ik zeggen? Waar gaan we het over hebben? Vertel wat je dacht, ja. Wat je deed. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja, ik zit eigenlijk wel vol mee. Nou, ik heb hem ook wel lekker zitten. Mijn broekknoopje die kan weer los, want ik voel mijn buik alweer ja, al los. Die zat al bijna los. Zo, ik kan weer ademen, maar... Oh, ja. Nee, maar ik vond het helemaal gezellig. Ja, helemaal leuk. Ik ook. Ik vond het helemaal geslaagd. Ja, moeten we vaker doen. Ja, dat vind ik ook. Helemaal leuk. Nou, vond je het nou ook zo leuk net als wij? Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. Hopelijk vond jullie het ook zo leuk. Ja, in allemaal comments. Wat een vriendje. Verschrikkelijk. Veel was je nooit meer ja. Samen. Nou, vergeet zeker Denise niet te volgen op YouTube, Instagram. Dat staat allemaal in beeld. En nou, natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! Doei.